ik ben een speler, ik moet het hebben van mijn snelheid. Ik kan ook wel 1 tegen 1, maar meer van mijn snelheid. Dus als je de ballen achter de verdediging voor mij legt, dan kan ik zo of richting de goal of een mooie voorzet geven voor de spits. Ja, de aanvallers van vorig seizoen, de 3 aanvallers hadden alle 3 meer dan 10 doelpunten. En mijn doel is uiteindelijk om dat ook te behalen voor Heracles. Als ik mijn basisdebuut maak, ook net als bij Dordrecht, ook mooi mag beginnen met een doelpunt. Zo, en daar is 1-1. Het is Seintje. Het was een mooie wedstrijd voor mij. Tenminste voor ons allemaal, want we stonden 4-1 achter en uiteindelijk hebben we met penalties gewonnen. Ik heb ook nog een goal meegescoord. Ja, het was echt spannend. Zeker voor mij. Ik kwam er net bij en toen hoorde ik gelijk van de trainer van ja, je staat in de basis. Dus ik was best wel zenuwachtig, maar uiteindelijk heeft het gewoon goed uitgepakt. En we hebben de wedstrijd gewoon daarna gewoon gelukkig gewonnen. De trainingen zijn wat zwaarder. En voor de rest, ja, gewoon in de club zijn er ook best wel gewoon grote verschillen. Sowieso, het stadion is veel groter. Je hebt meer stafleden. Ja, gewoon sommige dingen zijn wat beter geregeld. Wat mijn doel is voor dit seizoen, zeker de basis proberen zo snel mogelijk te halen. En goals meepikken dan en assisten.